een stuk. Mijn rolstoel is stuk gegaan tijdens de vakantie. Eigenaar van het appartement waar we nu zijn heeft ons deze uitgeleend. Mijke die moet mij nu weer duwen. Je ziet iedereen wel, maar dat ik echt wel niet relaxed ben. Ja, het gaat goed. Vanavond lopen we naar een restaurant dat hier vlakbij is. Dus het komt helemaal goed. En ik kijk ondertussen naar mijn favoriete vlog die ook hier op Kefalonia geweest zijn. Dus ik ga even kijken hoe zij het hier ook alweer, wat zij ook alweer gedaan hebben hier. Dat is wel leuk. Hey! Hey jongen! Hi! Hi! Hey, praat het! Hey! Wat kom je vertellen? Ja. Hey! Hallo schatje. Hallo. Ik heb Paul net heel erg stolie doorgeduwd in de leenrolstoel en nu is het tijd om even te relaxen aan het water. Er komt een snoot plan in me op. Dat snoot plan ga ik denk ik uitvoeren. Ik ga zo meteen lekker volop in de morfine een biertje drinken. En dan zie ik later wel op de filmpjes hoe de stad was. Ik ben wel van plan. En dan val je in slaap in die stoel, dan duw ik jou al slapend. Ja, zo kwijlend zo. Mijke, wil je mij even naar het water brengen? Ja, dat is goed, schat. Schrik dan maar veel mee. En nou gaat het erom of mijn vrouw mij niet in de zee duwt. Kijk, daar. En dan gaan we weer terug, Os. Naar onze tafel, Os. Ja, wat gaan we eten? Hier, Os. Jammer, jammer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet enorm gecharmeerd ben van het stadje. Nee. 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 Ik wil eigenlijk soms wel weer weg eigenlijk. Ja. Kijk naar de vreselijke stoel. Daar zit een trapje, dus ik kon hier niet af. Dus nou loop ik hier maar weer alleen. Het is wel cool. Toen we terugkwamen bij het appartement, wachtte ons wel een heel aangename verrassing. Dan wil ik even een rondedansje van geluk. Andere kant op. Zoals je kunt zien, zijn we heel blij dat de rolstoel weer gemaakt is. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? En toen
was het tijd om op ons gemak naar het restaurant te wandelen. Avond in Griekenland. Een amateurig lantaarnpaaltje zorgt voor wat verlichting. Er zitten insecten. En wie komen er op die insecten af? Vleermuizen. Oh, ik vind het zo mooi. Wat zijn het voor bomen? Het zijn sinaasappelbomen. We zijn terug vanuit eten. Heerlijk gegeten. En ik ga nu even stil zijn en laat de natuur aan je horen op Griekenland. En? Nee joh. Goed man, dan kan je op het strand komen. En dan? Ik ga het niet doen. Dat mensen gewoon zeggen, nee hoor, ga maar door met je rolstoel. Kan gewoon helemaal niet.